Suriname heeft een protestnota gestuurd naar de Verenigde Staten. Aanleiding hiervan is de publicatie van het landenrapport over International Narcotics Control Strategy. De publicatie dateert van maart dit jaar. Dit meldt het Nationaal Informatie Instituut NII in een persbericht. In het rapport wordt Suriname negatief besproken als het aankomt op drugsbestrijding. Het Amerikaans ministerie van Buitenlandse Zaken wordt verweten een onjuiste weergave van feiten en reportage van misleidende analyses en data verweten. Ook is in deze nota verwezen naar de inspanningen en successen van Surinaamse zijde als het aankomt op de bestrijding van drugs en drugsgerelateerde criminaliteit. Suriname onderstreept dat ze gecommitteerd is aan de samenwerking met de betrokken internationale instanties en autoriteiten om de handel in drugs en drugsgerelateerde criminaliteit te bestrijden.